Een aantal jaar geleden was ik betrokken bij een stadstuinderij waar mensen met een trauma in het groen konden herstellen van de pijnlijke ervaringen die ze in hun leven hebben meegemaakt. We ontmoetten met ons idee heel veel enthousiasme, maar we liepen ook tegen heel veel knelpunten aan. Je zag dat de verschillende werelden, de wereld van de arts, van de zorgende, van de groene vakman, niet samenkwamen. Het was vaak spreken voor eigen parochie. En toen dacht ik van, goh, zou ik daar als journalist niet een bijdrage in kunnen leveren? Nou, dat was de kiem voor Groen Effect. En samen met Kira Kuiten Martin Knol geven daar vorm en inhoud aan om de positieve effecten van groen en gezondheid uit te dragen.